Maar ziet, hop, ja. Hij ziet, wacht, wacht. Hij is die bar en ik deur, kom maar. Hop, 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 hop. Ziet, 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 ja. Mooi, ja, goeienavond. Mijn vent ook. Wat een blauw. Vrijdag de E3, de generale repetitie zeg maar voor de Ronde van Vlaanderen. Wat verwachten jullie? De koers kan beginnen. Inderdaad. E3-prijs daar, de top 3, doet ook de week erachter mee. Ja, en altijd grote namen op die erelijst van de E3. Zoals misschien Greg, nu, hè? Milan Sanremo, een ja. Klein beetje minder. Ik ben zeker dat hij in het weekend gaat wel aan zichzelf bewijzen. Poeh, ik ben toch klaar. Die gaan willen zijn uitschuiverke van te ver te zitten voor de Poggio. Niet hier aan de Taaienberg van de Patersberg willen voorhebben en willen strijden in Aarlbeke, zoals alle jaren. Veel plaats 1, 2 of 3. Hè. Ja, en een hele zware koers, 15 hellingen in totaal. Laatste jaar veel gevallen. Ja, ja. Het is een moeilijke koers voor vanaf La Hoop. Is het eigenlijk nerveus en het is eigenlijk nog 100 kilometer. Het is een aaneenschakeling van zoveel ellingen die in de Ronde van Vlaanderen iets verder verspreid liggen. Een wedstrijd dat je ook moet kennen, op voorhand verkend hebben. Heel belangrijk, altijd maar opvolgend van helling naar helling, kasseistrook. Kleine recuperatie, altijd ertussen, maar daar moet je kunnen gebruik van maken. Een wedstrijd dat je moet in je hoofd zitten hebben. Welke namen verwacht jij, Johan? Gilbert, Lampaard, Stibar, noem ze allemaal maar op. Dat zijn, ja, dat blok kan al, kan, ze kunnen allemaal winnen daar. Hè. Ik vind Olivier Nasus momenteel echt super binnen. Hè. Die laatste rit in Parijs-Nice vond ik al heel sterk. En Johan, dan, die pakt zijn gedoe niet van onder. Die rijdt een goudstaan. Ze zijn allemaal bovenop zijn stuur, man. Als hij nu kan een Aarlbeke winnen, ja, dan is dat voor de volgende weken de favoriet. Dan moet hij nu die klik maken, zoals Van Avermaet hem 4 jaar alleen gemaakt heeft. Van, winnen. Hè, win, nu winnen. Wie zijn de outsiders die, waar niemand aan denkt, maar jullie wel? Van de Poel. Ja, is dat een outsider? Dat is geen outsider. Ja, nee, dat is dus een topper. Die jongen gaat zondag geen twijfel gaan rijden. En die komt niet fit te leren, want Van de Poel heeft alles al geleerd. Die is nu bijna wekelijks hier 2-3 keer allemaal die ellingen aan het verkennen. Niet voor zijn plezier. Maar dat is voor één doel, één van die 3-4 wedstrijden dat nou meedoet, van daar minimum top 3 of eentje te winnen. Met Van Aert hebben ze dat ook al, want Van Aert heeft mij fantastisch bekoord in de Milan Sanremo. Van Aert wil winnen, hè? Ja, ja, zeker. Hij, het was mooi dat mee was, Milan Sanremo, maar ik had meer kans. Dus hij voelt toch al dat er winstkans in zit. En dat hoor ik goed van zo'n jonge gast met zo'n talent, die moet gewoon voor te winnen, vind ik. Dat hier... De wedstrijders heel goed van buiten komen. Wat is er? Wat verkoopt hij? Materiaal, hè? Krok het niet kwijt. Maar ziet, hop, hij ziet, wacht, wacht. Hij is die bar en ik deur, kom maar. Hop, 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 hop. Ziet, 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 ja. Mooi, ja, goeienavond. Mijn vent ook. Grote plateau. Grote plateau? Ja, wat een blad. De prognostiek voor de E3, Johan. Blijft al bij Nasus, Stibar, Van Avermaet. Stibar op 1, ik zet Van Avermaet op 2 en ik zet Nasus op 3. Belgisch, hè?